Oké, hallo allemaal. We gaan lekker eventjes bidden voordat ik het woord ga brengen. Want zonder God kunnen wij niks, in leiding van de Heilige Geest. Heer Jezus, dank u wel dat u in ons midden bent. En het woord belooft ons, Heer, waar twee of drie mannen in het midden zijn, daar bent u in ons midden. En we nodigen u zo uit. Wilt u komen met uw Heilige Geest? Wilt u ons vullen, onze harten zak maken? Dat de woorden nooit leden zullen terugkeren, want dat is ook een belofte van uw Vader. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil vandaag het gaan hebben over wie Jezus was. Gewoon hier op aarde. Want alles draait om Jezus. En dat is zo mooi. En ik moest laatst ook lachen. Een grote predikant, Michael Collianos, die heeft ook een boek geschreven. Die heet Jesus Book. Book of Jesus, als je het goed hebt. En toen hij dat boek had geschreven, was hij bij familie. En die persoon zei ook tegen hem van, hey, waar gaat dat boek over wat je hebt geschreven? Het Jesus boek. En Michael Collianos die zei, ja, over Jezus. En die persoon zei, ja, dat snap ik, maar wat is dan de inhoud? Ja, Jezus. En toen ik dat stukje las, toen dacht ik ook weer bij mezelf, ja, inderdaad, weet je wel. Het belangrijkste is Jezus. En soms zijn wij zo bezig met andere zaken. Wat wij zelf geestelijk maken, maar eigenlijk gewoon wereldse zaken zijn. Want Jezus, daar draait het om. Jezus is gekomen, hè, om onze zonden te vergeven. Op de wereld is hij gekomen om ons genezing te geven en ons eigenlijk heilig jaloers te maken. Staan wij daar wel eens bij stil dat Jezus jou en mij heilig jaloers wil maken. En het mooiste is, het is niet jaloezie van ik heb dit. Het mooiste nieuws is, hij wil jou heilig jaloers maken om te zeggen, dit is ook voor jou. Dit is ook voor jou. Maar het kost je wel wat. Jezus zegt het ook in het woord. Neem je kruis op. En net waren we ook een mooi liedje aan het zingen. En moest ik ook weer denken aan die tekst. Hè? Van draag je eigen kruis met je mee. En een kruis is een martelwerktuig. Maar eigenlijk in onze christelijke wandel, wat we net zongen, het is ons altaar. Daar brengen we zowel onze moeilijkheden bij, maar ook onze dankbaarheid bij het kruis. Dank u Jezus, u heeft betaald daar aan het kruis. Dat ik voorzien ben. Dat ik gered ben, dat ik genezen ben. Maar ook, Heer, ik heb problemen, maar dank u wel dat u over mijn problemen betaalt. En mijn problemen mag neerleggen bij het kruis, bij het altaar. Amen. En de Heilige Geest woont in ons. De Heilige Geest maakt van ons nog meer dan een altaar. Wij zijn tempels van de levende God. Amen. Tempels die zo heilig zijn dat David zelfs niet die tempel mocht bouwen, maar zijn zoon Salomo de opdracht moest geven. Bouw de tempel, want aan mijn handen kleeft bloed. Moet je nagaan, zelfs Jezus heeft ons zo gereinigd dat wij met onze zondige natuur, en voordat ik tot geloof kwam, heb ik ook verkeerde dingen gedaan, maar nu heeft hij me heilig gemaakt door de Heilige Geest. Wij zijn bezegeld door de Heilige Geest, omdat Jezus is gekomen als de perfecte Adam. Voordat ik verder wil vertellen, wil ik een stukje voorlezen. Uit Hebreeën hoofdstuk 2 vanaf vers 14. Waar ook duidelijk staat dat Jezus mens werd. Vanaf vers 14, Hebreeën hoofdstuk 2, daar staat het volgende. Omdat wij, kan je eigen naam invullen. In mijn geval Edward, dus maak het ook persoonlijk, want de Bijbel is het levende woord, is een profetisch woord, dat jouw leven wilt veranderen. Maar laten we dat toe. Laten we dat toe. Ik wil dat toelaten. Ik wil mijn kruis dragen, hoe zwaar het ook is soms de dingen die ik lees. Ik wil niet een christen zijn die zegt, dit geloof ik en dit geloof ik niet. Ik wil een christen zijn als ik iets niet kan geloven, dat ik zeg, Vader, geef mij hier geloof voor, want uw woord is waar. Amen. Als het aan mij ligt dat ik niet kan geloven, leg mij dat dan uit. Jezus zegt niet voor niks, hebben kinderlijk geloof. Kinderen doen dat. Ik word soms serieus tureluus van mijn zoon. En laatst mocht ik iets heel moois leren van mijn moeder. Ik ging een auto kopen, dus ik was heel erg nerveus ook en zenuwachtig, blij, enthousiast, allerlei emoties. En mijn zoon ging allemaal vragen stellen en op een gegeven moment had ik dat geen eens door, maar zei ik dus tegen mijn zoon, ja, even nou niet zoveel vragen, kom op. En mijn moeder die zei, ja hallo, het is een kind en zo leert hij. Wow. Ik werd echt gecorrigeerd in de liefde door God. Ik dacht, ja inderdaad, ik vraag zoveel aan God. En God zal nooit tegen mij zeggen, ja nu ben ik even bezig, wacht even. En daardoor kon ik God verstaan, gewoon door mijn moeder heen op dat moment. Dat ik wist, ik moet dankbaar zijn dat mijn zoon zo leergierig is en veel wilt weten.
God wil dat wij dat ook doen, hè? Als wij gaan lezen. Dat we echt stilstaan, hey, waarom staat dit? Hebreeën hoofdstuk 2 vanaf vers 14. Omdat wij mensen, vul daar je naam in, van vlees en bloed zijn, is Hij, Jezus gaat het over, ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon Jezus sterven en zo de duivel die de macht over de dood had, machteloos maken. Wow. Jezus wist dat, hè? Jezus wist dat Hij gemarteld werd, ging sterven. Hij wist het plan. Hij had het plan van God ontvangen. Wij allemaal hebben een plan van God. En die gaan wij ontwikkelen als we dicht bij Hem leven. Amen. Als wij zeggen, ik ben een tempel van uw Vader. Gebruik mij. Ik ben een offer voor u. Want ik leef niet voor de wereld. Ik woon op de wereld, maar ik ben niet van de wereld. Mijn rechten zijn in de hemel. Ik ben een burger van de hemelse gewesten. Amen. En ik wil me zo gedragen. Ik wil wandelen en handelen. Als mijn grote voorbeeld. Die veel meer is, hè, als wat wij maar kunnen voorstellen. Johannes was een lievelingsdiscipel van Jezus. Hè? Dat lezen we, hè? Dat hij dat over zichzelf ook zegt. Ik was een van zijn lievelingen. Ik lag aan de borst van Jezus. Ik was als eerste daar bij het graf. Maar in het boek Openbaringen, als Jezus zich in die volle glorieheid openbaart, wat lezen we dan? Deze Johannes, die meer dan 3 jaar dicht bij Jezus had geleefd. Over zichzelf eigenlijk zeggen, ik was, denk ik, wel zijn lievelingsdiscipel. Als Jezus grote dingen ging doen, nam hij ook alleen maar vaak 3 personen mee. Hè? Toen hij een meisje uit de dood opwekte, Talita. Toen hij op die berg was, toen Mozes, Elia en Jezus in de volle glorie zag en de stem van God weer gehoord wordt. Luister naar hem, dit is mijn zoon. Wie nam Jezus mee steeds van de 12 discipelen? Petrus, Johannes en Jacobus. Ik denk omdat deze 3 misschien wel heel veel geloof hadden. Zoals we net mooi hoorden van Ilse. Die het had over de geest bepaalt wat hij geeft aan persoon. De ene is het om het woord, de kennis, genezing. De geest geeft het. Geloof. En ik geloof op grond daarvan. Jezus was helemaal mens. En had de atmosfeer nodig van geloof. Als hij naar dingen toe ging. Of een atmosfeer van andere dingen. En waarschijnlijk hadden deze 3 iets bijzonders. En Johannes was zo'n bijzonder iemand die dat over zichzelf durfde te zeggen. Ik was heel bijzonder bij Jezus. Ik lag aan zijn borst, et cetera. Maar dezezelfde Johannes viel als dood neer op Patmos. Toen Jezus in de volle goddelijkheid zich liet zien. En dat vind ik zo bijzonder, hè? Dat vind ik zo indrukwekkend. Daar kan ik niet over stoppen om over na te denken. Dat Jezus veel meer is als wat wij lezen. Dat Jezus eigenlijk zich gewoon liet zien van, hé, ik wil je heilig jaloers maken. Zie je mij? Ik ben de tweede Adam. Adam was gewoon mens, hè? Daarom vergelijkt hij zich met Adam. Ik ben de tweede Adam. Ik ben een perfecte mens. Waarom? Nog door kracht, nog door geweld. Maar door geest. Zijn geest. Amen. Door de Heilige Geest. Wij kunnen niet getransformeerd worden. Maar wij kunnen getransformeerd worden door de Heilige Geest. En Jezus had een gigantische voorsprong. God wist precies wie hij moest uitzoeken. Maria. En God wist precies wie de man moest zijn. De Heilige Geest kwam als een schaduw over Maria. En God bevruchtte door de Heilige Geest een zoon, Jezus Christus. Die alles heeft meegemaakt voor jou en mij. Hij werd niet geboren in 1 dag. Hij werd niet neergezet als een rijk man of een generaal, nee. Hij werd precies zo geboren als ons. Alleen hij had een grote voorsprong. Het zaad was meteen de Heilige Geest. Daarom leven wij in een zondige natuur. En daarom is Jezus in alles voorgaan. En moeten we, het is niet anders, moeten we naar hem kijken. Maar Jezus was zo dapper dat hij bereid was om al zijn goddelijkheid af te leggen. Dat had hij. En om helemaal als mens te worden moest hij volledig de Vader vertrouwen in het plan. En moest hij al zijn goddelijkheid afleggen. Mocht hij helemaal leven als de eerste persoon vol van de Heilige Geest, continu. Want in het Oude Testament zien wij ook dat bepaalde gezalfde mensen de Heilige Geest hadden. Maar die kwam op hun. En dat is een groot verschil, lezen we ook, hè. Wanneer Jezus blaast op zijn discipelen, ontvang de Heilige Geest. En wanneer Jezus zegt, wacht op de bovenkamer in Jeruzalem en de Heilige Geest zal op jullie komen.
In het Oude Testament leefde niet de Heilige Geest in de mensen, maar kwam die op hun. En wij hebben 24/7 relatie met God, omdat de Heilige Geest in ons woont. Kan niet afgepakt worden. Daarom mogen we hem niet verdrietig maken, want hij leeft in ons. Hij maakt van ons heilig. Wanneer de geestelijke machten en krachten jou zien, zien zij al Jezus. Wanneer Vader God kijkt, ziet hij al Jezus. Jezus is gekomen om de naam van God te openbaren. Amen. En wat was dat? Abba Vader. Mensen dachten zelfs, die in God echt geloofden, wetgeleerden waren, zeiden. Is hij helemaal tureluus geworden, deze Jezus. Om het maar netjes uit te drukken. Hoe kan hij de eeuwige Vader noemen? Hoe kan hij zeggen dat hij een zoon is van hun? Maar dat deze Jezus kunnen wij allemaal zeggen. Als wij in hem geloven. Hij zich heeft geopenbaard wie hij daadwerkelijk is. Voor jou aan het kruis is gegaan. Voor jouw zonde wilde sterven. Als een perfect offerlam. Op de derde dag uit de dood opstond. En teruggegaan is naar de Vader. En daar dan aan de rechterhand zit. En als wij dat geloven, belijden met tong en hart. Belooft het woord wat waar is. Dat hij de Heilige Geest aan jou geeft. Maar wil je wandelen en handelen zoals Jezus. Dan moeten we ook wachten dat hij op ons komt. Dan moeten we een relatie ontwikkelen met de Heilige Geest. Zodat wij vol worden van hem en hem gaan begrijpen. Zoals Jezus dat ook heeft voorgedaan. We lezen zo vaak dat Jezus het woord kende. En daardoor de smoel van de duivel wist te smoren. Stil, want het woord zegt. Stil, want het woord zegt. Wanneer wij verder lezen, lezen we zelfs dat het woord een tweesnijdig zwaard is. En in die tijd was een zwaard een wapen die gebruikt werd. Een heel gevaarlijk wapen. Tegenwoordig hebben we tanks of een bazooka. Zoals nu weer een nieuwe vertaling zal geschreven worden, kan er zelfs tussen haakjes staan, bezoeker. Het woord is zo krachtig als een bezoeker, het blaast alles omver. Het is het wapen der wapens. Waarom? Want we net hoorden ook die getuigenis van Hans. Hij bad en een man kwam ter hulp. God weet precies wat hij doet. Dat komt dat wij zijn kinderen zijn. Amen. We zijn bezegeld door de Heilige Geest en Jezus wist dit. Jezus wist dat het woord een tweesnijdig zwaard is, niet was, maar is tot vandaag de dag. Amen. Als wij grote wonderen en tekenen willen zien, dan moeten we ook God vertrouwen. Ja. En God wil ons trainen, want de Heilige Geest is onze leraar. 1 Johannes 2 vers 27. Hij is een zalving, hij is een verterend vuur. En Jezus moet ons allemaal zien. En in Hebreeën 2 vers 17 staat er nog iets bijzonders over deze Jezus, die helemaal in het vlees kwam voor jou en mij. Het was nodig dat Jezus Christus aan ons, kan je weer je naam invullen, aan mijn geval Edward, gelijk werd. Dat is wat, hè? Dit zegt het woord. Jezus is helemaal gelijk gekomen voor jou, voor mij. Wow, hij is helemaal mens geworden. Amen. Anders had hij niet onze, vul je naam maar in, genadige en trouwe hoge priester voor God kunnen worden. Een priester die als hij met onze zonden afrekent. Zowel genade voor ons als trouw aan God is. Wow. Dank u Jezus. Sta hierbij stil. Genadig en trouw. 2 Korinthe 13 vers 13. Laat ook zien, hè, de karakter. God is liefde. De Heilige Geest is de intimiteitsbron, maar Jezus is genade. Jezus, zou ik dat kunnen? Zou jij dat kunnen? Sterven voor een doel. Er zijn mensen die kunnen dat. En dan ben je waarlijk vrij. En Jezus heeft jou op het oog, mij op het oog, ons allemaal op het oog, hoe wij hier zitten. Jij bent geen vergissing, hij wil jou gebruiken. Hij heeft jou gemaakt tot een levend offer, tot een altaar voor hem, tot een tempel voor hem, tot een ambassadeur voor hem, tot, oh, Petrus liep voorbij en de schaduw genas mensen, omdat hij vol was van die Heilige Geest. Amen. Maar hij was ook trouw aan God. Hij was genadig naar de mensen, hij keek naar de mensen en hij was trouw aan God. Omdat hij zelf geleden heeft en verzoeking heeft gekend, weet Jezus wat het is om te lijden en verzocht te worden. Daarom kan hij ons zo goed helpen. Dit is bizar maar waar. En hier wil ik een stukje
je echt mee bemoedigen. Misschien zit je in een situatie of een bepaald iets dat je denkt, waarom zit ik hierin? Dit doet God niet om jou te pesten. Heel vaak geven we de duivel de schuld. Maar God liet het toe, ook bij zijn zoon. Jezus, waarom? Jezus moest iedereen begrijpen, moest iedereen kennen. En Jezus had niet zomaar een taak, hè? Jezus had alle gaven van de Heilige Geest. Hij was immers door de Heilige Geest geboren. Jezus had alle gaven. Maar daar moest hij in getraind worden. En God kan ons alleen maar trainen in de strijd. Een soldaat, die wordt niet meteen de oorlog ingestuurd. Dan sterft hij. Maar hij wordt wel klaargemaakt voor die oorlog. Hij wordt klaargemaakt om te gaan met blaren en door te gaan. Hij wordt klaargemaakt om met een uitrusting die kletternat is, door te gaan, te zwemmen, onder water te zwemmen. Die wordt getraind om in een auto te zitten die onder water eerst moet gaan, wat doodseng is, en dan eruit te komen. Die wordt getraind om parachute te springen. Noem het maar op. En dat doen ze omdat je klaar wordt gemaakt voor de strijd. Amen. Dus iedereen die hiernaar luistert, die in moeilijkheden zit, zeg ik dit. En dit is ook Bijbels. Daarom leer je woord kennen. Het is een wapen. Juist in moeilijkheden, maar ook wanneer God ons loutert. Zoals goud gezuiverd tot het vuur, wordt jouw geloof gezuiverd door het vuur, opdat het volwassen mag worden. Jacobus hoofdstuk 1 vers 2 zegt dit. Wanneer er dan problemen op jouw pad komen, wees dan blij. Nou, dit klinkt toch eigenlijk heel dom. Als we de Bijbel gewoon lezen, kan je er zo overheen lezen. Maar sta eens stil. Dit is een tekst die jouw hele leven in beslag eigenlijk moet nemen. Omdat dit een powerhouse is. Een wapen is wanneer je het moeilijk hebt. En jij zal juichen. Mensen zullen misschien tegen jou zeggen, waarom juich jij? Dan zeg jij, God is met iets bezig. God is met iets bezig, want het woord zegt dat ik blij moet zijn in moeilijkheden. Amen. God is mij aan het trainen. Ik ben dichter bij het doel. Ik ga niet opgeven. Een rechtvaardige zal 7 maal vallen, maar 7 maal opstaan. Wanneer Jezus het moeilijk had. En dat had hij. Hè? In het hof van Gethsemane. Ja, zeker. Hoe? Weer nam hij deze 3 mee. Jacobus, Johannes en Petrus. Hij zei, wacht hier, want ik ben doodsbang. Dat zegt hij gewoon. Jezus was doodsbang, omdat hij helemaal mens was. En hij wist, binnenkort ga ik iets meemaken als mens. Wat ik mijn ergste vijand genin schud. En dat meende hij ook echt. Hij stierf zelfs ook voor de vijanden. Op het laatst, vergeef het hem, vader. Zij weten niet wat ze doen. En dat kan alleen door de Heilige Geest dat je zo denkt. Want Hans getuigde vroeger, toen ik de Heilige Geest niet had, had ik hem half doodgeslagen. Maar nu door God kan ik alleen maar medelijden hebben. Kan ik alleen maar met de genade kijken hoe God mij verandert. En zo kan hij ook die mensen veranderen. Daarom is het ook belangrijk dat we getuigenissen delen. Moest kijken, ik ben net hier gekomen, ik heb zoveel getuigenissen gehoord. Dat God door jullie heen ook weer mij laat zien een stukje in jullie leven over wat ik vandaag ga preken. Dit is geen toeval, hè. God heeft ons op het oog. En dat wij hier vandaag bij elkaar komen, dat jullie dit luisteren, is geen toeval. Want de Heilige Geest leidt ons. En wanneer wij gaan zien alles met de ogen van de Heilige Geest, dan laten wij ook niks roven. Dan nemen wij in beslag wat ons gegeven is. En dat wil God ook. Dat we erover waken. Want het is kostbaarder dan goud. Ga geen schatten verzamelen hier op Ede. Op aarde, waar nog waar het gaat roesten, waar het gaat de mond opeet. Maar vergaar ze. Verzamel ze. In de hemel. En waarom? Omdat nog mot of roest het daar kan aantasten. Ik denk, als wij straks teruggaan naar huis, we zijn soldaten hier op aarde, we leven met een missie, en de sterkste wapen is de liefde van God. Dat zag je ook bij Jezus. De liefde van God ging zo door hem heen, dat hij mensen versteld deed staan. En dat was juist in moeilijke momenten. Toen de prostituee daar kwam. En in de wet stond, hè, steniging. Jezus zei, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Staan we wel eens stil dat Jezus alle recht had om die eerste steen te pakken en haar te vermoorden. Maar Jezus schonk genade. Amen. Waarom? Hij werd helemaal mens. Hij begreep tot het diepst van zijn kern wat het is om aangevallen te worden door de duivel. Ja. Om verleid te worden en noem het maar op. Maar omdat Jezus continu koos om in relatie te zijn met de Vader door de Heilige Geest, kon hij het verslaan. En dat geldt ook voor mij. Dat geldt ook voor jou. Ik wil eigenlijk het ook gewoon proclameren nu. Ik wil eigenlijk proclameren wat Psalm 91 vers 7 zegt. Al vallen er 1000 aan mijn linkerkant en 10.000 aan mijn rechterkant. Mij zal niets overkomen. Amen.
En dat wil ik je mee zegenen. En waarom? We gaan anders kijken. We gaan niet werelds kijken. Nee. Dit gaat veel dieper. Dit gaat veel dieper. En ik wil eigenlijk ook vragen aan jezelf. Ik voel dit als een profetisch woord wat ik mag geven. En ik kan het niet invullen voor jou, want ik weet wat dit voor mij betekent op dit moment. Maar God wil ook tot jou spreken door deze tekst heen. Waarom vallen er duizenden aan jouw linkerkant? Tienduizenden aan jouw rechterkant en zal jou niets overkomen? Vraag wat God is. Dat zijn de gesprekken die God graag ook met je wil. Maar God is een goede vader, zoals wij ook proberen goede vader of moeders te zijn voor onze kinderen. En hun naar school sturen. En er graag achter willen komen wat die persoon wil worden. En als die geen zin meer hebt naar school te gaan of zo, om toch te bemoedigen. Maar hier ben je goed in. Haal je diploma. Dan kan je leuk werk doen in plaats van dingen wat je niet wil doen. We willen elkaar bemoedigen. En soms zien wij dingen al in de wereld wat ook geestelijk is. En dat doet God expres, omdat Hij een God is die begrepen wil worden. Maar een onzichtbare God is. Daarom zegt de Bijbel, we walk by faith, not by sight. Amen. We leven uit geloof, niet door emoties. Emoties hebben we allemaal last van. Maar als we daarna gaan luisteren, gaan we uit emoties leven. En dan gaan we onszelf en anderen gigantisch kwetsen. Gaan we verbitterd raken. Gaan we haten. Gaan we jaloezie. Gaan we allerlei vruchten ook. Emoties creëren, karakter creëren, die niet opbouwend, bemoedigend, vertroostend zijn. Zoals Galaten 5 vers 22 zo mooi zegt. Hè? Blijdschap, vreugde, vriendelijkheid, vrede, goedheid, geloof, geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn de vruchten, de karakter van Jezus, van de Heilige Geest, die wij eigen mogen maken. En de Bijbel waarschuwt ons wat karakters zijn van de wereld. En daar hebben we mee te dealen. Maar wij zijn mensen. Wij zijn wel gevangen soms, hè, in deze wereld. Maar Jezus heeft ons vrijgemaakt. En daarom staat het zo mooi beschreven. Wie de zoon is waarlijk vrijgemaakt. Wie de zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij, staat er. Maar dit is geestelijk. En wanneer wij dus in de geestelijke alles gaan ontdekken, gaan leven, dan zijn wij pas waarlijk vrij. Dan gaan we zien dat dit allemaal een leugen is van de Satan. Drugs, andere verslavingen. En wat is daar nou zo mooi aan? We hebben allemaal last van bepaalde dingen. Misschien wel vrouwen, misschien wel mannen, misschien wel auto's, misschien wel kleren, misschien wel geld, noem het maar op. Maar wanneer wij gaan leven met de geest, dan gaan we het volgende leren. Dan zeggen we, Heer, hier heb ik last van. U moet me hier aan helpen, want ik heb hier last van. Als ik een mooie vrouw voorbij zie komen, dan kan ik 9 van 10 keer wegkijken wat ik eerder niet kon. Waarom kan ik dat nu wel? Omdat de Heilige Geest mij in laat zien dat niet goed is. Jezus zegt het zelf, ik ga een stapje verder, hè? Lees weer Matthäus. Ik zeg niet als je zondig het dus echt daadwerkelijk doet dat je zondig. Maar ik zeg wanneer je al in je hoofd naar een vrouw kijkt met verkeerde gedachtes, dan heb je al verkeerd gedaan. En dan geeft je eigenlijk een waarschuwing. Dat is natuurlijk niet letterlijk, maar wel geestelijk wilt hij je een les meegeven. Dan kan je nog beter die oog uit je oogkas rukken en in het vuur gooien, dan die fout begaan en met je hele hebben en houden de hel ingaan. Wow. Dit zegt Jezus niet om ons bang of wat dan ook te maken. Dit zegt Jezus juist om ons alert te maken. Om ons scherp te maken. Om ons te laten weten, een gevolg heeft een consequentie. Er komen heel veel mensen, gelukkig, tot geloof in gevangenis. Maar ze zitten daar niet voor zweetvoetjes. En misschien moeten ze daar nog wel heel lang in zitten. Maar dat is ook terecht. Zo werkt dat. En zo werkt het ook als wij wandelen en niet handelen naar de wil van God. Ja, dan de duivel, die is juist erop uit om de kerk te vernietigen. Om jou en mij te vernietigen. Om ons verleidingen te laten zien, zodat wij vallen. En daarom is het zo mooi dat we naar Jezus kijken. En wij zien zelfs deze discipelen, die alleen maar de Heilige Geest in hen hadden en nog niet op hen was gekomen, dat zij ook zondigden. Ik bedoel, de grootste verrader, Judas. Die was zo verzot op geld, dat hij dacht, ik ga hem verraden. Had er wel spijt van. Maar hij kon niet meer terugdraaien. Toen hij geld, ik hoef het niet. Hij kon niet meer terugdraaien. Petrus. Hij loog. Hoewel hij had beloofd hem nooit te belogen of verraden. Hij deed het. Maar toen de Heilige Geest op dezezelfde Petrus kwam, toen kon hij dat niet meer. En dat is zo mooi. Wanneer wij getraind worden, de Heilige Geest gaat groeien. Wij gaan groeien in die potentie van Jezus. Dan willen we wel terug. Maar je wordt overgenomen. Op een positieve manier. Zoals Gideon, de angsthaas. Maar God zag al dat hij dapper was. Jij dappere held,
zal me niks verbazen, ondanks hij wist dat hij alleen was, dat hij achter zich keek van, ben ik hier serieus alleen? Word ik dan een dappere held genoemd? De Midianieten komen en ik ben me aan te stoppen hoor. Ik ben er echt niet dapper. Maar God zag potentie in hem. Ja. En Gideon wilde zich laten trainen. En uiteindelijk lezen we dus dat hij zich zo had laten trainen, dat hij de stem van God verstond. Dat hij nog steeds om wonderen en tekenen vroeg, maar hij herkende de stem van God. En zag precies dat God aan het werk was. En hij werd een generaal van een leger. Ja. Wow. Dit wil God in ons bewerkstelligen. Maar dat gaat niet zonder pijn. In 2 Korintiërs 12 staat iets heel moois. Misschien wel van de grootste evangelist die op aarde heeft geleefd. Paulus. Paulus was de eerste evangelist die niet alleen in Jeruzalem het goede nieuws bekend maakte. Want dat is het evangelie, het goede nieuws. Het goede nieuws over Jezus Christus. Nee, hij ging erop uit. De grote bediening voor ons allemaal is getuige over mij. En of het nou in je huis is, op je werk is, of inderdaad in de wereld is, zoals Paulus dat had, dat maakt eigenlijk niet uit. Als je maar op je bestemming bent van God. Amen. En Paulus, die werd erop uitgestuurd. En dan lees je het volgende. In 2 Korinthe 12, vanaf vers 7 lees ik. En dit is heel bizar eigenlijk, hè. Paulus, die had ook te kampen met dingen, zoals wij allemaal te kampen hebben met dingen. Dus je moet niet denken, ik heb Jezus, alles is oké. Okay. Nee, je hebt Jezus, je hebt de vijand gezegd, ik kies helemaal niet meer voor jou. Ik wil met alles stoppen wat van jou is. Ik ga voor Jezus. Dan zegt de duivel, kom maar op. Jij wil ruzie met mij? Ik ga je kapot maken. Maar waarom gaat hij je kapot maken? Omdat hij niet van God kan winnen. Dus hij pakt zijn kinderen. Althans, dat probeert hij. Maar wanneer wij gaan groeien zoals een kind groeit, gaan wij het wapen van God, het woord van God, de Bijbel, hanteren als het wapen. Het woord gaat leven in ons hart. En wanneer er iets gebeurt, popt de tekst op. Want de Heilige Geest kan alleen in ons putten als we het ook herkennen. De Heilige Geest spreekt wel tot ons, maar als we het niet herkennen, dan denken we dat het van onszelf is. En dat is zo bijzonder. Wanneer de Heilige Geest spreekt, dan krijg jij gedachten. En weet je ook, wacht even. Op dit moment is dit een gedachte van God, niet van mijzelf. Wow. En dit staat er over deze Paulus die in de bediening was. De openbaringen die God mij heeft gegeven zijn werkelijk buitengewoon. Maar omdat hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij als met vuisten slaat. Dat is een doorn in mijn vlees. Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. 3 keer heb ik de Heere gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de Heere antwoordde, telkens weer, dat ik altijd bij u ben, is genoeg. Wanneer u zelf zwak bent, kan mijn kracht zich ten volle ontplooien. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen. Omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden. Die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. Amen. Wow. Misschien heeft Paulus dit pas wel gehoord van God. Ik zeg zoiets in de gevangenis. Misschien wel in een gebed. Dat soms komen we niet op een gebed. Maar brengt God ons in situaties. Ik heb dat in mijn eigen leven ook meegemaakt. Dat we uiteindelijk het juiste gaan vragen aan God. En misschien was het wel zo. Hè? Ik weet het niet. Maar misschien was het wel zo. Dat Paulus weer in de gevangenis zat. Onterecht. Verraden was door vrienden. Etcetera. En dat Jezus zei, Paulus, hou eens op met dat jammeren. Ja. Ben ik jou niet voorgegaan? Hebben mensen niet mij mishandeld? En dat Paulus zei, ja, Heere Jezus. Ben ik niet verraden door een van mijn discipelen, door een vriend die ik een vriend noemde? En dat Paulus zei, ja, Jezus. Misschien was het zo wel gegaan en dat hij die gigantische openbaring ontving. Ik weet het niet. Maar dat toen God zei, als ik mijn zoon dit al aandeed, ben jij dan meer dan mijn zoon? Misschien wil ik jou wel iets in deze situatie leren. En hij ontving, inderdaad. Want Saulus, namen zijn profetische. Saulus betekende groot. En God veranderde zijn naam in Paulus, wat betekent klein. Misschien had hij wel altijd al grootswaanzin, want ik ben een Jood. Ik weet veel. Ik zal die christenen wel even pakken. En God koos hem zelfs uit. Maar omdat hij uit de wereld kwam, had hij ook nog last van dingen. Zoals wij allemaal last hebben van dingen. Want we leven in de wereld. En we moeten ons laten vormen door de Heilige Geest. Zoals Jezus dat ook deed als mens. Amen. En dan gebeurt het. We worden getransformeerd.
Paulus werd getransformeerd. Hij schreef de mooiste boeken in de gevangenis. Het boek Efeziërs bijvoorbeeld. Romeinen kwamen tot geloof. Gezinnen kwamen tot geloof. Werden gered. Allemaal in de gevangenis waar hij water en brood had. Waar hij voor niks werd geslagen. Waar hij honger leed. Maar hij was daar. En er staat zelfs dat sommige medegevangenen blij waren dat Paulus gevangen zat. En dat hij zegt, ik ben blij dat ik gevangen ben genomen. Want zo ben ik een bemoediging voor vele gevangenen hier. Wow. Wat een openbaring kreeg Paulus. Juist in de moeilijke dingen. Dat hij dit kan schrijven. Dankzij de pijn door de doorn in het vlees kwam hij erachter dat hij dit nodig had. Als hij dit niet had, zou hij weer hoogmoedig worden. En hierdoor werd hij elke keer gedacht, nee, als ik zwak ben, bent u groot. Ik wil me op mijn knieën voor u, Heer Jezus. En ik wil ook een uitnodiging doen. De preek zit erop. En laten wij gewoon nu op dit moment eens nadenken. Weer over dat woord, Psalm 91 vers 7. Al val er 1000 aan mijn linkerkant, 10.000 aan mijn rechterkant, mij zal niets overkomen. Wat bedoelt God aan mij? Heer Jezus, ik wil zo iedereen zegenen die dit woord heeft gehoord, of het nou thuis is, of het nou hier is, Heer. Maar dat u spreekt. Dat u niet een God bent die mensen wil pesten, dat wil de duivel ons wijsmaken in moeilijkheden. Maar dat u soms zelfs ons in moeilijkheden zet om juist ons te trainen. Om ons te toetsen, om ons te laten sterven aan onze ik. Zodat we meer en meer vrij mogen zijn van onze ik. En vrij mogen zijn in Christus. Heer, ik bid ook voor kracht voor de mensen, voor mezelf, om te groeien en te bloeien. Zodat wij niet maar 30 of 60-voudig vrucht zullen dragen, maar 100-voudig. Tot glorie, Heer, voor u, Heer, in de machtige naam van Jezus. Amen.